Wat staat er nou? Hé, maar staat hij kok me? Ja. Dat is toch tof. Echt, hè? Hey. Dit is Sylvia, jongens. Hallo. Hoi, Sylvia. Hoi, Sylvia. Vertel eens even vanaf het begin. Nou, ze noemde mij vroeger altijd Tweety. Waarom? Waarom? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Waarom ze dat deden. Ik lijk er helemaal... Precies, ik lijk er niet op. Ik ben niet geel. Nee, ook niet. Dus die bijnaam heb ik eigenlijk een beetje gehouden ook. En toen zeiden ze, je moet een tattoo laten zetten van... Ik zei, nee joh. En wanneer was dit? Dit was... ik was 18. Oh, ja. 20 jaar geleden. Ja. Heb ik Tweety laten zetten. En was die tattooman, had hij een eigen shop? Of, Nou, het was gewoon zo'n hobbybob thuis. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. En dan wil ik even kijken naar het hoofd van Hans. Ja. je moet ergens beginnen, toch? Ja. Je hebt hem laten zetten. Was je blij daarna? Nou, niet echt. Maar hij is dus ook echt lelijk gezet. Ja, want er moest ook nog wat onder komen te staan. Maar dat had hij gewoon compleet fout geschreven. Nee. Oh. Hij kan, dus er zit ook nog een fout in. En waar ging de tekst over? Er moest Huck Me staan. Huck Me. Oké, nou ja. Hey, ik ben wel heel benieuwd naar die verkeerde tekst en Tweety. Nou, dat was een hele uitdaging. Oh. Wat staat er nou? Hey, cook me. Cook me. Er staat ook geen hey, hè? Is dat hè? Hé, maar staat hè? Cook me. Ja. Cook me. Cook me. Dat is toch heel raar. Een andere taal. Maar is kok is maar ook staat, maar, met hoe een heeft die man ooit huk me ooit willen schrijven dan? Met C, ja. Oh, ja. Maar hij kon gewoon geen Engels misschien. Nee. Jij houdt hiervan, hè? Ja. Ja, vooral dat... Hey, kok me. Ja, dat is toch tof. Maar je was gewoon nuchter. Iedereen was nuchter daar gewoon. Ja. Wat zou je willen? Nou, eigenlijk wel iets met muziek. Wat dan? Want kijk, als je muzieknootjes, hè, die zag ik. Ja, ik heb hier een muzieknoot inderdaad. Ja. Ja. Dus heb je een favoriete band of iets? Ja, Volbeat. Ja, misschien een Volbeat logo eroverheen of zo. Nou, die heb ik hier. Oh, die heb je al. Oh. Godverdomme. En is dit makkelijk te coveren? Zeker niet, maar... Nee. Nee. Waarom niet dan? Nou, omdat het gewoon op zo'n random plek staat. En best wel dikke lijnen zijn het ook. Die tweet is super dik. Ja, moet je daar dan iets heel groots overheen zetten? Nou, het ligt daar meestal als klanten iets overheen willen, willen ze het zo klein mogelijk houden. Maar het is makkelijker natuurlijk om het iets groter te doen dan... Oh, dat maakt me niks uit. Dat maakt je niks uit? Nee. Nou, dan gooi jij gewoon heel veel. Ik doe het wel, hè. Als, ja? Als jij het ook goed vindt, dan ik het doe. Okay. Ja? Ja. Nou, dat klinkt als een goed plan. Oh, cool. Nou, graag. Toch? Ja. Dan mag je terug naar huis. Ja. Oké. Doei. Doei. Doeg. Dat is best pittig, hoor. Ja, dat is ook geen makkelijke. Nou ja, Hans. Nou, Hans draait zijn hand in ieder geval. Nee. Sylvia wil graag van de kinderachtige Tweety met foute tekst op haar schouder af. Die matcht totaal niet met de andere stoere muziektattoos die ze inmiddels op haar lichaam heeft. Cook me. Cook me. Cook me. Cook me. Me. Goedemiddag. Hey, hoe is die? Bella zoekt haar op tijdens haar werk als vrachtwagenchauffeur. Om uit te vissen waarom Tweety echt niet meer in Sylvia's leven past. Hoe lang ben je al fan van Volbeat? Eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Oh, dat is een nieuwe liefde in je leven dus. Ja. Pas je op met Volbeat tatoeages, dat je niet over 5 jaar geen fan meer bent. Nee, ik blijf wel fan. Oh, ja, oké. Ik blijf wel fan. Een stukje luisteren misschien. Ja, dat is goed. Ja. Yeah. Hebben een beetje Foo Fighters eigenlijk, hè? Lijkt het wel op. Ja. Hoe heb jij in je dagelijks leven nou last van die tattoo op je rug? In de sauna. Hoe ben je er dan mee bezig om dat niet te laten zien? Handdoek eroverheen. Oh ja, precies, want hij zit best wel hoog. Ja, en als ik in de sauna zelf zit, dan ga ik vaak zo zitten dat ze hem dus niet zien. In jouw omgeving, hè? Weten mensen dat die tattoo op jouw rug staat? Ja. En hoe reageren ze erop? Nou, mijn vriendin vindt hem afschuwelijk. Oh ja? Ja.
Krijg je er vaak opmerkingen over dan? In het begin was het echt, toen hield ik gewoon echt in de zomer ook mijn t-shirt aan. Serieus? Ja, dan deed ik gewoon echt mijn t-shirt niet uit. Maar wat werd er gezegd dan? Er stond geen hup meer onder, er stond heel wat anders. En sommigen die maakten daar weer iets heel anders van. Cock me. Nee, met een F. Oh, fuck me. Ja, nou, zoiets, ja. Oh, nou, dat was wel echt nog erger geweest, ja, ook, toch? Ja, dat was dat echt heel erg. Dan valt die kop nog wel mee. Ja, dat is jammer. Ja, dat is heel jammer. Hans gaat er iets overheen tatoeëren. Ja, ik heb zijn werk al even bekeken natuurlijk, uiteraard. Ja, hij is goed, toch? Hij is echt heel erg goed. Hij is echt goed. Ja, hij is echt goed. Ja. Sylvia is met haar vriendin aangekomen bij de shop van Hans. Ze kan niet wachten om voor eeuwig afscheid van Tweety te nemen. Vandaag gaat Tweety er eindelijk af, na 20 jaar. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden, want dat weet ik dus nog niet. Nou, vandaag ga ik Tweety begraven. En ik heb gekozen voor een... haar favoriete band is Volbeat. En die hebben best wel vaak een soort rockabilly skull. En aangezien ze niet meer kleur wil, ga ik het haar van die skull, die heb zo'n... Die ga ik gebruiken om over de Tweety heen te gooien. Ik heb dit voor je getekend. Vet nice. Ja, en ik heb een soort face natuurlijk van toch dat het wel terugkomt, de muziek. Maar die roos erbij heb ik puur omdat dit wordt best wel donker. Ja. Dan kan ik deze roos licht laten en deze roos ook wel donker. Dan heb je weer donker terug, anders valt het te veel op dat daar wat onder zit, zeg maar. Ja. Dus daarom heb ik dan licht, donker. Ja, heel mooi. Ja? Ja, echt. Vind jij hem ook mooi? Ja, heel mooi. Ja, beter dan Tweety. Nou, ga ik hem even uitprinten en gaan we beginnen. Ja. Of wil je hem groter? Ja. Ja. Hele rug vol. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Ja. Vind je het niet een klein beetje zielig voor Tweety? Nee. Nee? Nee. Kun je hem ook gewoon uit het haar laten komen? Dat soort vogelnestjes. Sylvia ligt in de stoel bij Hans, die al een flink eind is met het begraven van een mislukte Tweety op haar schouder. Is het de pijnlijkste tot nu toe? Ja. Ja? Ja, dit is wel... Pittig. Ja, we zijn bijna klaar. 1 minuut nog. Op het eind zie je altijd nog wat dingetjes dat je denkt van oeh, hier kan ik nog wel een keertje overheen. Bijna. Ja, we zijn klaar. Fijn, hè? Tweety is weg. Zo fijn. Hij is wel weg, ja. Ja. Zielig. We zijn zover. Ja? Ja, ben je benieuwd? Ja. Nou, ga maar kijken hoor. Oh, ja, goed gekeurd? Echt heel mooi. Hier kan ik uren naar kijken. Ja? Ja. Ik maak straks even een fotootje en stuur ik die wel op. Kun je daar naar kijken? Ja, blij je kon je hem niet maken vandaag. Hij is heel mooi. Ja. Heel gaaf. Ja. Gewoon super. Ja, allebei. Ik ben er blij mee, maar ik vond de Tweety ook leuk. Het was best moeilijk, omdat het black and grey moest. Het is gelukt. Het is gelukt. Het is goed.